Deze nieuwsuitzending die gaat over de OV-chipkaart. Ik heb het gehad in een vorige uitzending over rechten en privileges. Reizen is een recht. De OV-chipkaart is niet slecht. Dat rijmt. Ik probeer altijd zoveel mogelijk de waarheid te spreken. En dan zoek ik naar de rijm. Want dat wat rijmt, is waar. De OV-chipkaart is niet slecht. De OV-chipkaart is stupide. Dat is een ander woord dan slecht. Stupide. Slaat helemaal nergens op. Kijk, mensen willen zich verplaatsen. En daarvoor moeten er... kan je met auto's gaan rijden? Ik zou gelijk zeggen... Dat had al lang uitgevonden moeten zijn. Trouwens. Hè? Kan ik me ook boos over maken. En als je 's morgens op de A12 gaat inhaken... dat je Zwaankleef aan kan doen. Dat je precies weet van... oh, die vent met die BMW 753... Dat is trouwens niet een... Nee, dat is een gokje. Nou, af en toe dan flap ik er wat uit en dat klopt niet helemaal. Maar een 750, hè? Ah, en die scheurt naar Zoetermeer. Ah, jij erachteraan. En dan niet bumper kleven, klojo. Gewoon volgen. Hè? Dus iemand... dan moet je ook een appje hebben dat je zegt van... Oké, ik ga naar Zoetermeer... Ik kan het hardste rijden van jullie allemaal. En laat die kerel gewoon 150 scheuren. Nee, laten we even eerlijk wezen. Ja? Waarom een snelheidslimiet überhaupt? Ik vind gewoon een botsafrekening procedure. Oké, jij hebt gebotst. 500 kerels die voor hun... bijstandsvrouw die ook geen inkomen heeft, die thuis zit. En die krijgen op een flikker van een human resource manager. Van jij bent te laat. Die moet een formulier invullen. Dan ga jij betalen. Lul. Of de rest van je familie. Ach, kom op. Gewoon geen snelheidslimiet en dan wel een appje. Dus even positief weer terug. Gewoon een appje. Je komt de A12 op en dan zie je gewoon stipjes van die gaat daar naartoe, die gaat daar naartoe. En dan doe je gewoon oké, iConnect. Ja. Dan weet iemand ook dat hij een volger achter zich heeft. Even in de achterspiegel kijken. Oké, die volgt mij. En dan zo hard mogelijk. Natuurlijk. En niet remmen. En dat moet de leider doen. De leider moet gas geven en niet remmen. Dan maak je een trein. En dat is ook heel erg CO2 voordelig. Want dan zit je in de slipstream. Vooral als je met 20er gaat rijden. Je hebt maar een klein autootje. Maar die creëert wel dat die turbulentie naar boven gaat. En de volgende, de leider zit gewoon tegen de wind in te rijden, joh. Maar die creëert die slipstream. En de rest erachteraan. En iedere andere op de weg heeft ook een WhatsAppje en die weet, slipstream coming. En dan komt er een trein langs denderen. 160 km per uur of zo. Het recht tot reizen, wat is dat nou? En je hebt niet het recht tot botsen. Dat mag niet. Hè? Dat moet je afrekenen. Ja. You dumbo. En met die overchipkaart. En dan kan je dus in een beschermd voertuigje gaan zitten. Dat is allemaal heel gezellig. En dan moet je zo'n bliep apparaat hebben. Waarom? Die appjes, hè, dat mensen op de weg het treintje mogen gaan spelen.
En dan gewoon de snelheidslimiet eraf. Hè? Gewoon treintje spelen op de weg. En dan woep. Dan heb je gewoon... die WhatsAppjes, dan heb je er allemaal. 4G en 3D en 3G of zo. Ja. Dat spreid je toch allemaal door. En trouwens, je hebt een linker achteruit dinges. Treintje spelen. Wat moet dat kosten dan? Dan moet je van overheidswegen gewoon gratis ter voorziening stellen. Je bent toch een koning van een werkend volk, of niet? Kan je niet eens betalen voor die paar treinen? Maar wat kost een trein nou? Of een bus? Dan zet je een of andere oudere bouwvakker. Zo'n bouwvakker die heeft zijn rug helemaal kapot gebouwvakt. Nou, die neemt plaats in zo'n lekkere stoel. Dat hij denkt van, nou, die kan ik wel handelen. Nou, en de gaspedaal een beetje. Ik heb vrouwen van 56 gezien. En die reden gewoon bussen in de ronde. Ja, wat kost dat nou? Zo'n kutbus. Bedoel ik. Ik bedoel die bus dan. Hè? Die vrouw die kost heel wel niks. Die moet een huisje hebben. Wat aardappels, wat uien. En gratis met de bus natuurlijk, naar haar familie. Dan weet ze ook waar ze het voor doet. Openbaar vervoer is openbaar vervoer. Punt. Moet gewoon gratis zijn. Een hele lange reizen met een ICE. Okidoki. Daar kunnen we het over hebben. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat die Duitsers hebben... bezwaar tegen hebben dat wij gratis met de trein naar Bremen komen. Zie? Dan kopen we daar worsten. En heb je nog meer in Bremen te kopen eigenlijk? Zomerjurken. En dan gaan we weer terug met het gratis openbaar vervoer. Ja, allemaal netjes in de rij zitten. Ook met je auto. He? Je hebt je WhatsAppje, je hebt blablabla inhaken. Dan ben je zo snel mogelijk in Utrecht. Of in Zoetermeer. En die snelweg vrij van de files. Want dat is ook het grote probleem van files. Dat mensen veel te langzaam rijden. In een file zit je allemaal zo 5 kilometer per uur te rijden. Ja, vind je het gek dat je dan een file krijgt? Want iedereen wil er langs. Het heet niet voor niets de snelweg. En dat doe je linksom of rechtsom. Maakt mij niet uit. Maar al die stomme belastingen, verkeersovertredingsboetes. Ja, hou er mee op. Laat mensen gewoon reizen. Als ze maar genoeg reizen, dan weten ze waar ze thuis zijn. Ik ken een Mohammedaanse man... met een Jemenitische vader en die zegt, hier ben ik thuis. Die man die reist niet meer. Die loopt gewoon, hier in Arnhem. Dan ben je thuis. En zo moet iedereen naar huis. Stop met dat stomme reisvergunningsgebeuren. Laat iedereen zo snel mogelijk naar huis gaan. En niet van die rare poortjes, dat sommige van die lenige jongens en die hebben dan die Hollandse jongens durven dat niet echt, maar die buitenlandse jongens, die denken wij komen daar wel mee weg. Dus die Hollandse jongens durven dat niet echt, die buitenlandse jongens denken wij komen daar wel mee weg. Hebben die buitenlandse jongens echt helemaal gelijk in, hoor. En die Hollandse jongens ook, die blanco's. Want die worden gelijk afgerekend. Maar die brutale, ja, die klimmen er wel overheen. En waar gaan ze dan naartoe? Nee? Ik heb ongelofelijke ruzie gehad met... Wat erg. Ik was op vakantie geweest in Katwijk. En het was zo mooi. Ik was nog nooit in Katwijk geweest. En Katwijk, dat is een vissersdorp. Heel erg mooi. Zoet water aan de binnenkant. En dan voorbij de duin, zout water. Oh,
En we hadden een zonneschijn en voor iedereen een fiets. En we waren met z'n vijven. Vijf fietsen. Zo, wat een vakantie. En toen zei ik tegen zo'n, gewoon in het algemeen, alle buitenlanders moeten naar Katwijk. Ik was dus ook een buitenlander, want ik was dan nooit in Katwijk geweest. Dat soort dingen mag je dan tegenwoordig niet meer zeggen. Wow. Ik kwam mij duur te staan. Maar, jullie weten, ik overleef alles. Dank jullie wel voor dit luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.